Het is vrijdagavond 27 oktober. Ik sta hier voor de Stadsgehoorzaal in Leiden. En dat betekent natuurlijk de opening van het Leiden International Film Festival. Is Trianon al klaar voor de hele week? Of? Ja, die is net op tijd klaar allemaal. Toch nog een laatste vloer gelegd voor de afgelopen weken. Maar die is nu helemaal klaar. Het publiek zit daar nu voor de publieksopening. Het wordt ook te gek, dus we gaan er vol voor. Ik vind het ontzettend leuk, maar dat is wat er de laatste tijd sowieso gebeurt in Leiden. Er is gewoon heel veel te doen en dat ook film daarbij hoort, daar ben ik heel blij mee. Als programmeur heb je hier een jaar langer uitgekeken, denk ik. Ja, klopt. Ja, ik had net te denken, de eerste films die zijn denk ik januari of zo al geselecteerd of in ieder geval uitgekozen. Dus ja, vanaf dat moment ben je aan het wachten op dit moment dat het echt gaat beginnen. Internationaal Filmfestival, midden in de stad. Dus ja, dit zijn de krenten uit de pap. Dit is een van de mooie dingen die Leiden met zich meebrengt. En de laatste jaren merk ik alleen maar hoezeer het inmiddels aan Leiden verknocht is, dat filmfestival, en hoeveel de mensen ermee op hebben. En elk jaar heb ik er weer lol in om er naartoe te gaan, naar de opening, maar ook naar de openluchtbijeenkomsten bij de Pieterskerk. Het is altijd geweldig. Dat is in ieder geval wat we nu dit jaar ook proberen met de Stadsgehoorzaal waar we nu zijn. We hebben hier 10 dagen lang ons festivalcafé. De Trianon is gewoon te klein geworden voor alle bezoekers die we hebben. We zien het ook aan de kaartverkoop, wat dit jaar ook weer ten opzichte van vorig jaar echt heel hard is gegaan. Dus ja, we merken wel dat het hard gaat. Ja, dat is fijn. Ik kan beginnen bij internationale contacten die ons eerder films geven bijvoorbeeld. Dat we uitgenodigd worden naar festivals in het buitenland. Maar ook hier in Leiden, we hebben nog nooit zoveel uitverkochte voorstellingen gehad als dit jaar. En het festival is nog niet begonnen. Dus ja, dat vind ik natuurlijk heel mooi om te zien. Straks als hoofdfilm Suburbicon. Hoe ben je tot die keuze gekomen? Nou, het paste op heel veel manieren heel erg bij het lift. Het is natuurlijk geschreven door de Coen Brothers, twee iconen van de onafhankelijke Amerikaanse cinema. En wij hebben natuurlijk al jaren de American Indie competitie, waar we eigenlijk de talenten, de volgende Coen Brothers of Clooney's laten zien. Ik ben heel erg benieuwd. Coen Brothers en Clooney moeten een magische combinatie zijn. Heeft u er al wat van gezien of laten ze zich helemaal verrassen? Laat me verrassen. Want het is een film van George Clooney en met Matt Damon. Fantastisch. Ja, u bent niet zo moeilijk in filmkeuzes? Jawel, dat ben ik wel. Ja. Maar met George Clooney zegt u, kom maar op. Kom maar door. Ik heb hem al gezien, ja. Ja, ja, het is het sowieso echt een topcast. Dus ja, het levert gewoon heel veel leuke scènes op. Een beetje hard af en toe, dus ik hoop dat mensen dat tegen kunnen. Ik heb alleen nog de trailer gezien. Die zag er heel veelbelovend uit. Maar ik moet wel opletten, heb ik het idee. Het is geen gemakkelijke film. En dat is jouw zwakke punt? Als je nou denkt, één film die je mag uitkiezen als een verrassing, waarvan je denkt, nou, daar gaan we meer over horen. Welke zou je kiezen? Een verrassing. Nou, ik vind zelf, een van mijn favorieten is Strawberry Days. Die zit in de Nordic Watching Competitie. Dat is Scandinavische films. Het is een hele mooie debuutfilm. Ja, ik denk dat het The Square is. Dat is de winnaar van Cannes Film Festival. Ik ben echt heel blij dat wij hem mogen laten zien. En dat is een film over de kunstwereld, wat de kunstwereld een beetje belachelijk maakt, maar ook wel heel hard is. It's a great honor to proudly open the 12th edition of the Leiden International Film Festival. We hebben zoveel meer dan film kijken. Het is dus meer echt een ervaring. We hebben film met muziek, we hebben film met live acteurs op het podium, we hebben feesten. Dus ja, er gebeurt van alles. Dus het is niet zomaar film kijken, het is so much more.